In de normale periode hebben we ongeveer tussen de 40.000 en 45.000 pakketten per dag. En in de drukke periode straks verwachten we ongeveer 60.000 pakketten per dag in distributie. Wat is nou de regio waar jullie vanuit Sassenheim hier de pakketten bezorgen? Moet je denken aan ongeveer net onder Haarlem. Tot aan Den Haag, Scheveningen doen we ook. En dan ongeveer tot aan de A9, dat is onze regio die we vanuit hier bezorgen. En hoeveel mensen werken hier nou ongeveer op een normale dag zoals deze? En hoeveel werken er dan weer tijdens de drukke feestdagen? Op een normale dag hebben we ongeveer tussen de 250 en 300 mensen hier werken. Chauffeurs, sorteermedewerkers, binnendienstmedewerkers. Dat wordt in de drukke periode gaan we al gauw tussen de 350 en 400 mensen die hier dan op een dag werken. Ja, we werken samen met lokale organisaties. Young Capital Uitzenden werkt hier. We werken hier met de Maargroep, dat is een SW-bedrijf waar we medewerkers van hebben lopen. Het distributiecentrum is ongeveer 18.000 vierkante meter. Dak vol liggen met zonnepanelen. Ongeveer 1100 zonnepanelen. En daarmee voorzien we ongeveer 40% van onze stroomvoorziening komt uit die zonnepanelen. En rijden dan hier ook al elektrische busjes rond? Nee, die rijden hier nog niet. Maar daar is PostNL mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Wij verwerken in de laatste twee maanden van het jaar verwerken wij meer dan 50 miljoen pakketten. Dus voor ons de allerdrukste periode van het jaar. En we hebben er heel veel zin in. Nou, we hebben een aantal dingen gedaan voor de voorbereiding. Allereerst, we zijn begin van het jaar al begonnen met de voorbereidingen. We hebben afgelopen jaar met de branche heel veel afspraken gemaakt over het spreiden van piekperiodes, actieperiodes en over aan te leveren volumes. En wat we zelf hebben gedaan, we hebben een aantal sorteercentra bijgebouwd, 3 stuks in totaal. En voor komende periode zullen we 1000 extra bezorgritten op de weg hebben. Dus in plaats van 4000 hebben we dan 5000 ritten elke dag pakjes aan het bezorgen. Nou, vanuit de branche wordt de campagne gevoerd, onder andere met radiospotjes. En die campagne gaat heel erg over dat de consumenten worden opgeroepen om op tijd te bestellen. En daarnaast hebben we ook een druktemeter ontwikkeld. En die laat eigenlijk zien hoe druk we het hebben elke dag en hoeveel pakketten we moeten verwerken. Het is natuurlijk soms zwaar werk, zware pakketten. Wat doen jullie voor de pakketbezorgers om de werkdruk wat lichter te maken? Nou, we proberen in ieder geval te zorgen dat iedereen gemotiveerd de straat op gaat. Dus we proberen te helpen waar we kunnen. We zetten extra bezorgers in om te zorgen dat ze niet te vol lopen. En daarnaast zorgen we voor allerlei versnaperingen en ludieke acties in deze periode.